Simsalazaartje. Hallo allemaal, welkom bij de eerste aflevering van Simsala's Frans. Simsala Frans, hallo allemaal. Hey, dat is niet leuk. De show heet toch Simsalazaartje? Het is vernoemd naar mijn naam, Saartje. Ja, sorry Saartje, ik zat even fout. Het heet inderdaad Simsalazaartje. Ja, want ik heb een hele mooie naam, Saartje. Wauw. Dus deze show is genoemd omdat ik zo heet. Ja, Saartje. Mooie naam, hè, meneer Frans? Ja. Zo is genoeg, Saartje. Een hele mooie naam. Ja, zo is genoeg. We gaan nu beginnen met de show. Want in deze show gaan wij met jullie kleuters allemaal leuke dingen doen de komende weken. Zoals spelletjes, verhaaltjes beleven, dus avonturen beleven. We gaan knutselen, liedjes zingen. Het wordt hartstikke leuk. Toch, Saartje, dit wordt leuk, toch? Nou ja, het wordt wel leuk. Maar ik vind het niet leuk dat ik niet meer in de klas zit. Want meneer Frans, jij bent een meester van groep 1-2 en ik zit ook in die klas. Maar door dat corona dingetje, wie is dat ook alweer corona? Maar door dat corona dingetje moeten wij nu thuis blijven in jouw huis, hè? Ja, in mijn huis moeten we nu zitten, Saartje. De komende weken. Maar daarom gaan we er iets leuks van maken. Ja, dus we gaan allemaal leuke dingen doen. Meneer Frans, dat corona dingetje, hoe zit dat ook alweer? Waarom moeten we ook alweer thuis zitten? Nou, we moeten thuis zitten, Saartje. Ik ga het even uitleggen met dit lijmpotje. Hè? Dit lijmpotje is even dat stofje, dat corona ding. Dat stofje. En dat stofje zit in de lucht, maar we kunnen dat stofje niet zien. Dan kan het zo zijn dat je verkouden wordt. En dan moet je heel de tijd niezen en zo. En dat stofje vindt dat hartstikke leuk. Dus dat stofje gaat elke keer lachen. Zo van, haha, lekker voor je. Jij bent lekker verkouden. Maar wij willen helemaal niet dat dat stofje gaat lachen. Want dat stofje is gemeen. Dus willen we niet dat wij verkouden worden. En blijven we binnen. Oké, meneer Frans. Wat gaan we nu doen als eerste? Nou, als eerste gaan we kijken naar een verhaaltje. Dus kijk maar mee. Samen gaan we naar de winkel toe, de winkel toe, de winkel toe. Samen gaan we naar de winkel toe om boodschappen te doen. Hey Saartje, ik heb een vraag aan jou, hè. Zou jij ook boodschappen willen doen in de winkel? Ik heb geen zin om boodschappen te doen. Nee, 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 nee. Boodschappen? Boodschappen? Wat zijn nou weer boodschappen? Saartje, je bedoelt boodschappen, toch? Boodschappen. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel boodschappen, ja. Ja. Wil je geen boodschappen doen? Waarom wil je geen boodschappen doen? Nou, ik heb er gewoon geen zin in, maar ik heb wel honger. Zal ik even iets voor je halen in de winkel, Saartje? Zeg maar wat ik moet halen, dan ga ik nu naar de winkel en dan doe ik boodschappen. Nou, ik heb zin in rood. Rood. Je hebt zin in rood? Rood. Bedoel je rood? Ja, ik heb zin in rood. Kan je dat voor me halen? Ik ga meteen boodschappen doen. Ik ga naar de winkel en ik haal voor jou rood. Rood. Misschien bedoelt ze dan rode fruit of tomaten of... Daar ben ik weer, Saartje, met rood. Ik heb het zeker meegenomen, Saartje. Kijk maar, ik heb gekozen voor tomaten. Want tomaten zijn rood. Alsjeblieft. Tomaten? Maar ik wil helemaal geen tomaten, hoor. Ik wil rood. Ja, maar tomaten zijn toch rood, Saartje? Dus ik heb tomaten meegenomen. Die zijn rood. Jij wilde iets wat rood is. Nee, ik wil iets wat je kan opeten. En je kan er boter op smeren. En dan hagelslag op doen. En
En, oh, Saartje, je bedoelt weer met de brood. Je wilt brood. Ja, ja, ik wil brood hebben. Brood, ja, rood. Nee, brood met de b. Wacht, even grabbelen in onze voelmachine. Ja, ik voel het. Ik voel de letter b. Kijk, de b. Saartje, jij vergeet steeds om de letter b te zeggen van b, brood. Zeg het maar, b. Brood. Ja, de b. Als je gewoon brood had gezegd met de b, dan had ik natuurlijk nooit tomaten meegenomen, hè. Wil je nog een tomaat? Want ik heb nu geen brood. Nou, doe maar één tomaatje dan. Lekker hoor. Ja, jongens en meisjes, we gaan een spelletje spelen. Hartstikke leuk. Oh, en ik ga jullie nu vertellen hoe het spelletje werkt. Daarnet hebben jullie een verhaaltje gezien. En dat verhaaltje ging over de letter B. Ja, want Saartje vond dat heel moeilijk om te zeggen, de letter B. Hier zie je hem op het rad, hè. Ja, hier. De letter B. De B. En het spelletje ga ik jullie uitleggen. Mama's en papa's, pas op, want de kinderen gaan rennen in de woonkamer. Ja, ze gaan hartstikke hard rennen. Want strakjes, als Saartje en ik hebben gezegd, doei, dit was de aflevering, tot morgen. Dan gaan jullie rennen door de woonkamer en dan ga je zoeken naar twee spulletjes. Naar twee spulletjes waar je aan het begin de letter B hoort. Dus dan ga je heel snel zoeken en rennen. En dan zie je misschien dit boek van Jip en Janneke. En dan denk je, ja, de B van boek. B-oek. De B. De B hoor je aan het begin. Dus je zoekt twee spulletjes waar je aan het begin de B hoort. Bijvoorbeeld van boek. Maar boek mag je niet meer pakken, hè? Die doet niet meer mee. Zo. Succes met rennen door de woonkamer om twee spulletjes te zoeken waar je aan het begin de letter B hoort. Maar ik ga eerst Saartje halen om deze aflevering van Simsala Saartje af te sluiten. Waar zit Saartje eigenlijk? Saartje! Saartje, waar ben je? We moeten de aflevering afsluiten, want dan kunnen de kinderen gaan zoeken in de woonkamer. Saartje, waar ben je? Hallo allemaal. Ik ben verstopt in bad. Want ik dacht, nu ik bij meneer Frans woon, tijdelijk, kan ik ook in bad om mijn vlekken weg te krijgen. Hé, ik wil nog iets zeggen. Sturen jullie ook een tekening naar mij? Laat mama of papa een foto maken van jouw tekening. En wie weet komt de tekening dan morgen bij ons in de show. Joepie! Wil doen hoor, tekenen en een foto maken. En stuur het op naar simsalasaartje@gmail.com. Ja, leuk. Ik ben benieuwd naar jullie tekeningen. Ik ga in bad. Doei! Oh, ik kan Saartje nergens vinden. Ik zal beter moeten zoeken. En jullie gaan nu zoeken naar twee spulletjes die beginnen met de letter B. Succes en tot morgen. Dit was hem. Tot morgen. En ik ga lekker in bad. Daar heb ik zin in. Dit was hem weer. Tot de volgende keer.